Hey, hallo allemaal. Leuk dat je weer kijkt, zeg, naar die spetters. Lekker spelen. Noem je jezelf nou aantrekkelijk? Nee, zeker niet. Ik probeer mezelf... Mijn therapeut heeft gezegd, je moet wat positiever over jezelf zijn. Dat weerspiegelt dan in je gedrag. Ja, dit gaat niet echt helpen. Oh, daar gaan we alweer. We don't know what stage they are in their experiments. But we've detected important fluctuations. Ja, fluctuaties, infrawerelden, dit interesseert me helemaal niks, jongens. Laat me gewoon vierkantje indrukken op het goede moment en dan vind ik het prima. Allemaal moeilijke woorden. Vind je het gek dat we nooit luisteren naar die mannen? Hij zei geavanceerde technologie zelfs. I assume the site will be heavily guarded. Well, you should expect considerable military resistance. Dit voelt bijna als het eind van het spel. Ja, dat denk ik ook, Peter. Show them in, Marla. Dit is cool. Een geinige man, een coole man. Ja. En een beide handen grappige. Hey baby. Good to see het is you, echt zo met z'n drieën. Oh, het is echt zo. Deze is cool en geinig. Nee, hij heeft een mooie lip op de achtergrond, die is dat? Ja, ik weet niet. Able to avoid detection. Mission begins in 2 days. Good luck. Nu kunnen we wel jaloers maken, Peter. Wie? No one knows what you're gonna find. Volgens me die mooie lippies. Oh ja. Don't worry. I don't think I'm ready to train the infra world yet. Good. Kussen? Because I don't want to lose you. Ik mag hem toch minder sinds zijn nieuwe kapsel, Peter. Ik vertrouw hem gewoon niet meer. Maar praat hij gewoon wat minder als een slechterik? Ja, dat kan dus niet meer. It's good to see you. Niet goed maken, Peter. Niet goed maken. Dan stond de kussen te... Ja, waarschijnlijk had je dan aangeklikt weer. For the mission's sake, try to keep Biden from killing you, but no promises. Oh, netjes, Peter. Dankjewel. Well, we're off to a great start. Is dit de geinige nu opeens? Nee, die geinige die had nu iets moeten zeggen, maar hij sprong niet in. Oké, daar gaan we. Dit is het moment. We bloeden nu al. We zijn al te pakken genomen. We hebben het verpest. Ja, één shot later. I grew tired of all this. If you refuse to cooperate, I will have no choice but to kill you. Spooktijd. Hoe heb ik het zover laten komen? Ja. But it could have been fast and painless. We gaan die man niet redden, Peter, krijgen we de kans. Het zal een very, very slow and agonizing death. Laat dit maar aan mij over trouwens, ik kus hem wel. So, one last hier heb ik lang voor getraind. Who do you work for? Where are you? Waar ben je, Tim? Weet ik veel, ik doe waarschijnlijk iets leuks. Ik dat ik mee moest met de missie. Op de bankie, Donald Duckie erbij. Moppetrommel. Gniffelend. Kermit is stikken. Completely deserted! Niet nou sarcastisch, maar het is gewoon een goeie. Sure dat is gewoon mijn lach altijd. Right. We hebben gewoon gezien wat er gaat gebeuren. What do we, do now? We zijn nu al gespoiled, Peter. Kutspel. Ja, we kunnen nu net zo niet spelen. That, wat moest hij doen? Wat? wat nu gokken wat hij moet doen? Zo vlieg je er ook bij als een spook de hele tijd. Dan zegt iemand, einde wat? Ik weet echt niet wat ik moet doen. Verdomme. Man, niemand herhaalt het ook, zeg gewoon ja. Of nee. Misschien als ik eruit ga, dan... dan zegt hij nog een keer van, nee, maar dit... Want, Bam, doe je dit niet? Ja, probeer het.
Ik kan niet, ik moet het echt doen. Wat moet je doen? Oké. Eén van deze 24 huizen misschien. Nou, dit ziet er wel goed uit. There's a house over there. Ga jij er weer de eerste zijn, Peter? Ja. Zoek het uit, man! Waar was hij ook weer, Tim? Dat is elke keer hetzelfde! Waar was hij ook weer? Gewoon recht vooruit en dan naar links. Links? Ja. En even, hier, dat de linkerhuis is helemaal. Waar is dit huis? Nee. Hier. Dit is een goed huis. Dit is een goed huis, jongens. Oh. Ik heb echt een verkeerde huis gevonden. Jij in je eentje in het andere huis. Te wachten. Jongens. Te kwispelen. Shit. It's fucking freezing. What are we doing here? It's just a goddamn fishing village. Our informer duped us. That's what happened. We better get moving before they have to dig our frozen dead asses out of here. 3 days. Walking on ice. Eating snow. For nothing. Fuck. Zijn voor amateurs aanstellers. Sent us here. Hey! I'm sick and tired of hearing you complaining. That's all you have to say, then shut the fuck up. Dat hoeft ook weer niet, hoor. Ik vind het wel aantrekkelijk dat het zo cool is. Ja, oké. She's right. We'll set up camp here till the storm blows over. I'll contact HQ and get instructions. Oké. Wat wil je dat ik doe? Een vuurtje maken. Oké, Timon. Hé, hey, ik kon iets doen, of niet? Zij zijn al een vuurtje aan het maken. En wat... Ik krijg... Oh, geen eer! Wat is dit nou allemaal? Waarom ga ik nog met jullie mee? Ja, Jody. Ja. Dat is great work, guys. Ik weet dat ik het heb gedaan. Twee van die geinige mannen. Je bent alweer warm, Peter. Nee, ik blijf nog eventjes. Kijk wat deze gozer aan het doen is. Did you get a connection? No, it's gonna take some time with the storm. Waarom doen we zo aardig tegen hem? Ja, weet ik niet. Ik was even vergeten dat ik boos op hem was. It probably won't make you change your mind, but I regret what happened. Daar heb ik echt niks aan. Het spijt hem echt niet, Peter. Nee. Hij is echt klootzakkerig. Right. Hij zegt het alleen omdat ik boos ben. Helemaal, hij heeft helemaal niet gelijk. Oh, oké. Okay. Laat mensen een keer uitpraten, Peter. Ja. Ik wou mijn tas pakken, maar... Je wou er gewoon weer vandoor. Oké. Okay. Even een bakkie. Dat was weer nuttig. Nou, kijk wat zij mee hebben. Is dit mijn tas? Ik weet niet eens wat je allemaal doet. Een bom. Spelen met een bom. Maar de klok stond niet eens goed. Ik heb even... 10 uur. Wat mompel jij nou weer allemaal? Ik ben een parodie. Oh, een sketch is dit. I'm gonna go out. I'm desperate for a pee. Oké, kun je hier toch ook wel plassen, hè? It's minus 40. I don't plan on doing any sightseeing. Oh. Is van kom minder hoor, maar ik sta aan haar kant, dus ja, ik moet ermee over zeggen, dan lijkt het ook beter. Kijk, wow, die cameraman is ook helemaal gek geworden. Oké, okay, hier is prima toch? Wat wil je dat ik ga plassen? De cameraman was helemaal wild dat dit huisje toe aan het gluren. En wie wil er helemaal ergens anders naartoe? Je kunt het niet plassen. Hier, het deurtje. Oh, dit deurtje staat tegen de muur aan, Timon. Ja, even plassen. Nee, je moet er wel heen hoor. Je moet wel die kant op. Ja, maar ik dacht dat ik hier omheen kon lopen. Wat maakt het uit waar ik plas? Waarschijnlijk komt er gewoon een ijspegel uitglijden.
Jammer dat ik niet quicktime event kan doen. Om stralen harder. Harder om zachter. Wow. Dan ziet het toch wel goed, Peter. Daar lijkt het op, inderdaad. Het is toch goed dat wij even hebben geplast, hè, Peter. Ja. We zien mensen aankomen en we hebben weer een goede YouTube-titel. Inderdaad. Tankbrigade. They're here. I saw them. Where? On the main road. A convoy of armored cars. They drove right by me. Did they see you? No. No, I don't think so. Let's roll. Oké, okay, pak je spulletjes. Let's follow them. Hey, hoef ik niks te dragen of zo? Wel joh. Ik heb helemaal niks hoor. Skietjes. Ik had net wel een tas bij me toch, of niet? Nou, ik ga gewoon. Je bent niet meer nodig. Dit is intens. Oh man, dat gaat niet goed met mij hoor. Ik zou meer snowboard, lijkt me makkelijker. Maar dan kom je er niet voor uit. Echt wel, heb je nog nooit Tony Hawk 4 gespeeld ofzo? Welke was Tony Hawk 2? Een skateboarden. Eén keer afzetten en dan ga je voor eeuwig gewoon door overal overheen grinden en zo. De snowboard kan je alleen niet afzetten. Ga nog één keer op met je technische... Wat moest ik ook weer doen, Simon? Ja, weet ik veel! Er gaat een deurtje door. Oh, de camera. Nou, ik ga afgluren. Wow, cool. En warm. Dat is iets? Ja, je moet ook iets doen. Volgens mij moet je gewoon een beetje gluren. Ik moet eens even afleiden, dan kan ik de deur openmaken, lijkt me. Landparty. Als de man blauw is, dan kun je niks met hem doen. Dan weet je alleen dat je iets kan laten doen of zo. Hier lag ook een man op de grond, volgens mij. Hij is lekker aan het knutselen. Ik ben wel fan nu. Oh. Soldiers. We're loading crates into submarines. Submarines. That means the rift is... It's underwater. What? Ooh. What the... I mean, they must have a base down there and they're using the subs to shuttle supplies. Dit is echt geheimzinnig. I can see three. Ik zag er meer toch al. Tell Aiden to take them out. Of die man van de knutselclub Aiden. Die telt niet. Welke mannen? Die man in de sub. Kun je daarin? Nee. Oké, okay, dan doe je gewoon die overige mannen van de knutselclub toch? Oké. Okay. Was nu niet te laat omdat ze nu naar beneden gingen? Nee. Oké. Okay. Ze drijven hier nog. Wat ga je doen? Ik ga die man vermoorden. Hoppakeetje. Oh ja, nou ja, maakt niet uit wie je eerst doet. Tinkse! Ik was zo benieuwd wat hij ging doen, hoe je zou reageren. Wat ga jij doen? Ik ga even een deurtje openmaken. Oh ja. Zou er niet nog een man zijn achter je? Nou, hij is even de deurtje open, joh. Cameraman zei dat ik hierheen moest en dan doe ik dat. Hij let wel op in ieder geval. Zo makkelijk gaat dat. Die staat nog heel veel club te kijken. Ja hoor. Hey. Dat is echt onnodig.
Wat doet die gozer? Ja, ik mag hem echt niet. So, what do we do now? Just give me a second, okay? Nu gaat hij opeens traag doen. Duik niet onder zeeën, Peter. Okay. Gaan we gewoon even lekker gluren met z'n allen. Dat vind ik spannend. Nou, volgens mij was het niet klaar. Jawel, joh. Niet of ook... gaan. Oké. Okay. What exactly are you doing? I'm finding a solution to the problem. Nice idea, but it won't fool them very long. Yeah, well, maybe not. But that fucking rift is not gonna shut down by itself, is it? Okay. That might work from a distance. Then what? Take the sub down to the base. And then we take it from there. Wij doen tenminste iets. Ja, echt, hè? Maar die, hij was nog aan het knutselen aan zijn onderzeeën. Is dit slim? Ah, ja, joh. Wait, that's in order, Nick. We gaan zo dood, zou het wel echt de afgang zijn. Dat we eigenlijk hadden moeten wachten tot hij klaar was. Ja. Give me the explosives. Dat ze het gewoon in het spel hebben gedaan, bedoel je? Ja. Kijk nou. Gelukkig weten we hoe dit werkt allemaal. Nee, ik doe maar wat. Ze zien er gewoon heel klikbaar uit allemaal. You do realize we might not make it back alive, right? Nu hebben we wel wat spoilers gezien. Ja. Ja. We leven nog wel eventjes. Ja, yeah, start. Je hebt ook één knopje in. Dat lijkt even je echt het heel ding bestuurd. Ik wist wel dat die onderzeecursus van pas ging komen. Of niet? Nee, weet ik veel. Dat is toch gewoon een van die sketches. Ja, sta je bekend om, dus... Oh, daar gaan we ook gewoon. Oh, je mag het echt besturen. Oh, stuur! Dit is wel prachtig, vind ik. Heerlijk hoe die stuurt zat wegveden als je bijna tegen ze aanvaart. Het is gewoon goed te doen. Er is een totale radar linksboven, dus Hop. Dit is gewoon te doen, ja. Zie je daar zo'n zampie? Nee, dat is maar krultje. Oké. Okay. Weer boven of onderlangs? Altijd onderlangs. Oh. Ja, dat gaat prima, dit gaat prima. Ja, dit is wel schitterend. Dit is een echte ervaring, Peter. Experience. Is dat in het Engels? Ja, dat klopt. We zijn er bijna. Nog één keer naar rechts. En dan ben je binnen. Niet tegen een muur aan, alsjeblieft. Er is een boostknop of zo. Oh, ik zie nu echt niks. Ja, moet je wel tegen de muur aan. Naar rechts, joh. Naar rechts. Nee, echt niet, toch? Oké. Dit is wel lastiger, ik zie helemaal niks. Kijk op je radar dan. Het spel die hielp even, die vond het ook te lang duren. Ja. Daar gaan we, Timon. I hope that wasn't a question. Ik heb mijn cursus niet afgemaakt, dus ik weet niet hoe je moet parkeren. Gewoon tegenaan varen. Niets wat de muur niet stopt. Oh. We moeten hem serieus parkeren. We moeten echt in onze kleren uit het in het water. Dan moeten we gewoon een deur vinden. Ja, daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar misschien is het ook wel slim om eerst alle mannen uit te schakelen nu. Ik bedoel, een beetje spook. Ja. Al krijg ik de optie, dan doe ik het. I am impressed. Human would have held that for so long. Dankjewel, Timon. Ik doe niet aan gezondheid. Nee, dat merk ik. Oh, we zijn nu gewoon gevangen genomen. Heel makkelijk. Nee, dit is... een flash forward. Oh. Het geluid van een mesje. Ik mag hem toch niet? Ik weet niet, misschien ga ik hem redden. We zijn nu weer bevriend, soort van. Het speet hem. Je wilt alleen maar tongen, Peter. Piet. Say nothing, you hear me?
Nee, Peter, niet praten! Niet praten! Laat die man lekker sterven! Ik heb Peter. Jody, no. Ik hoef niet alles te zeggen. Oh, je bent echt een rot, joh. Waarom zou je even... Ja, alles zeggen? Nee, nee, ik dacht gewoon praten. Ik dacht gewoon praten. De jong heeft ons zo vaak genaaid. Ik wil hij wil niet eens seks met ons hebben, Peter. Oh, ik wil praten. Ik wil niet alles zeggen. Man, man, man. Oh, we hebben het spook ook niet meer. We moeten hem neerhalen, dan weet niemand het. Hoezo hebben we het spook niet meer? Hij is gevangen genomen in een entiteitsval of zo. He's tied with me. I was born with him. Fascinating. Man, man, man. Ja, ik heb nu wel spijt. Maar goed, ik wil ook niet sterven. Maar hij gaat me alsnog, vermoorden, toch? Zei hij. Ja, ja. Hij maakt toch niet uit, man. Als het toch niet gaan. Het liefst zo min mogelijk eer. Ah, ik heb wel een beetje... Heb je zijn naam ook nog weggegeven? Ik stop ook niet meer met praten, stop! Oké, maar we gaan gewoon zorgen dat het niet gaat gebeuren. Het is nog niet gebeurd, soort van. Het is een flash forward, Timon. Het telt nog niet officieel. Is het nou een flash forward? Volgens mij... Ja, okay, het gaat straks gebeuren. Now what? We find the condenser, destroy it and get out. And any idea how you plan to do that? Spooked out. Spooktown. No. But I'll figure something out. Release the spook. Of niet? Release the spook! Ik ga toch zelf niet naar buiten. Oh, even gluren. Je hebt zo'n pakje aan. Ik ben betrapt. Nee, je hebt zo'n pakje. Die andere mannen zijn niet meegegaan trouwens. Nee, denk ik niet. We hebben echt een totaal andere outfit, Peter. Jody, ja, echt. Het valt echt heel erg op. Wat moesten we doen, wat zei hij? In Spooktown. Ja, wat, kijk wat je kan doen, Spooktown. Neem deze gozer over, maak hem af. Dit is die ene man. Is dit de man? Ja toch, of niet? Dit is wel de baasman. Het ziet eruit als een baasman. Hij heeft wel kleurtjes op zich. Doe alsof je een baas bent. Kom ik als een baas over? Ja. Oh, ik ga zijn echte slag dat ik hem eens aankijken, die man. Kijk hoe zenuwachtig hij nu is. Hij durft ook geen oogcontact te maken zelfs. Denk je dat het daar achter die deur is? Die wordt wel goed bewaakt, dus laten we daar gaan gluren. Even weer iedereen intimideren. Zo doet hij dat werkelijk nooit. Is de meest vriendelijke baas alle tijden. Ik kijk toch films over toen, dan doen ze het allemaal. The door over there. That must be the way. Welke? Ja. Deze misschien. Hoort er toch even bij. Dat is nu gewoon mijn ding geworden. Als ik een baas had, zou ik dat doen bij mensen. I'm feeling echoes coming from the rift. This is too easy. I don't like it. Oh, ik ben... Ja. Oh. Totale spookveld. Ik zag het al. Haal die man neer dan. Haal die man neer, anders ga ik het straks tegen hem vertellen. Dan ga ik tegen hem praten en dat wil ik niet. Zo kunnen er gewoon geen ghouls uitkomen. Ze hebben het gewoon bedacht, die mannen. Dus wij gaan ergens inbreken wat ze gewoon perfect hebben uitgedacht. Ja, dat is kut. Ja, dit is helemaal balen. Maar je kunt hem nog redden misschien. Omweg. Ik ga je redden. Door de ventilatoren, schachten, hoe noem je die dingen? Rechts was toch nog een rare deur? Hier, die is vreemd. Ben je naar binnen? Ja, gluren. Deze kan ik overnemen. Gewoon doen. Ik kan zoveel kanten ook op. Schakel iedereen uit. Of kun je...
Ja, die knop. Oh, die knop. Misschien gewoon terug is ook een goed hoor. Oh, je bent er alweer uitgeduwd. Je kan toch ook gewoon aanklikken alsnog? Blijkbaar niet. Ja, wat nu? Ja, ga weer in hem. Oké, wat nu? Oh, pak een wapen. Hier, stond een wapentje bij. Ja, een wapentje pakken en haal ik ze gewoon neer, joh. Wat is iedereen? Waarom luister ook? Eén zo'n tikje en we zijn gelijk. Dit is echt een zielige man te pakken, ja, ook. Teleurgesteld ook in zichzelf. Nou, ga naar het. Laat de deur dan maar. Ik doe ook nooit iets goed, denkt hij de hele dag al. Waarom hadden we niet gewoon die ene man bij die wapens overgenomen? Oké. Hier. Machinekamer. Dit zet ik uit. Klik wat machines aan. Kan ik iets aanklikken? I didn't need you. Ja, ah. Wacht even, joh! We zijn bezig. We weten gewoon nog niet goed wat we aan het doen zijn. Hier kan ik niks, toch? Ja, misschien moet je die kapot schieten als je een wapen hebt ook. Tomme. We moeten toch niet helemaal terug? We moeten even terug. We kunnen gewoon ik betwijfel het. Misschien moeten we gewoon nog iets bij die mannen doen. Maar goed, we moeten toch kijken wat er allemaal is. Gewoon even gluren, Peter. Ik vind het ook wel spannend. Volgens mij kun je oh, terug hier kunnen we douchen. Peter, hier kunnen we douchen. Kom op. Ja, hier kunnen we gewoon de tijd voor nemen, hoor. Slapen. Eerst douchen. Eerst even een tukkie. Nee, eerst even een tukkie. Nee, je gaat er niet in met je vieze lichaam in een bed liggen. Zij gaat ze dood, hè? Want het spel heeft meerdere wegen in het spel. Zijn we gewoon te traag. Hey Peter, ik doe mijn best, hoor. Ik zie het, je loopt flink door. Jij wilt dan eens gaan douchen, hè? Of een bakje koffie. Dat kan wel, want dan zijn we extra alert. Waarom ga je nou douchen? Gewoon kijken of we een spieren man te pakken hebben. Where are you, Aiden? Ik ben aan het douchen, mam! Dit mag ik nooit doen als ik Jody ben. Maar hier moeten we misschien gewoon heen. Oké, we gaan naar... We moeten hier absoluut niet heen. Duidelijk niet. Ik kan net gewoon een bakje koffie meehalen. Dan we toch in de buurt zijn. Even kijken. Gewoon even gluren. Dit ziet er wel gezellig uit. Hier kunnen we... Een bakje koffie kunnen we zo... Oeps, op die controle... Op dat controlepaneel spillen. Ja. En dan zegt ze... Oh, typisch jij. Jij, minkukel. Ik ben het sukkeltje. Hier, rechts. Ben je er vandaan? Oké, okay, sorry. Die kunnen ook niet door. Domme man. Maar kunnen we een bakje halen dan? Of wil je de pot gewoon even bekijken? Nee, daar hebben we geen tijd voor. Oh, oké. Okay. Misleidende reclame is dit. Hey, alleen het slaapkamer. Ja, maar nee, we moeten naar die... Ja, we kunnen wel even kijken. Maar... Dat moet het denk ik niet zijn. Ik denk dat je bij de eerste mannen moet zijn gewoon. Dat je daar iets anders moest doen in plaats van een knop overhalen. Ja, je moet een wapentje hebben of zo. Oh, we zijn veel te laat. Ze zijn allemaal al dood. Ik heb inmiddels echt al alles verteld. Ja. Pincode en alles ben ik nu aan het lullen. Zijn ze je rekening aan het leeghalen? Oké, wat zou jij doen? Ik denk bij die man, die eerste man, wapen, of bij het wapen dan nog. Dan kan je die man ze doodschieten, hè? Maar hier kan ik alleen maar het wapentje aantikken. Kan ook niet eens, kan niet eens meer. Je kan helemaal niks doen hier. Dat is ook wel een beetje vreemd. Oh. Oké. Dat mag wel van hem, dat kunt hij goed. En dan mag je hem... Maak ik zijn wapen af. En dan gaan we die andere mannen slaan met dit wapen. Dit is uiteindelijk niet zo moeilijk. Nee, dat hebben we echt veel te lang gedaan. Maar het was wel gezellig. Het was wel gezellig. En ik heb wel nog steeds dorst, maar... We hebben kunnen zien hoeveel de wedstrijd stond. Hoppakee. Je schiet hem ook aan, ja. Uit. Als je toch cool bezig bent. En je mist op je hele knop. Wat gebeurt er nou? Waarom deed je niet kogeltje door je eigen kopje heen? Die is weg. Kon dat niet of zo? Oké, op naar het deurtje voordat het veld weer aangaat, Tim. Ik kom. Wat schiet... Oh, de ghouls zijn allemaal los. Meerdere ghouls.
We hebben het natuurlijk uitgezet. De ghouls zijn loose. De ghouls zijn loose. Daar had ik niet over nagedacht, Timon. Nee. Waar ben jij? Hoi. Ik ga je redden, Peter. Heb ik me hier al verluld? Denk het wel, hè? Dan moeten die baas misschien straks oproepen. Ja, hij heeft het misschien al gecommuniceerd naar andere mensen wat er allemaal gebeurd is nu. Wat ben je aan het doen op dit moment? You made it. Ja, ik heb je gered, joh. Quick. Get me out of here. Oké. Deurtje open. En gaan, Tim. Ik? Oh. Oh, ja, deurtje. Ik kon het deurtje nog doen. Ik ging ervan uit dat ik hem in één klap had. We gaan. Oké, waar gaan we heen? Links. We need to find Ryan. Oh, in een ander cel waarschijnlijk. Ik wil hem helemaal niet redden, joh. Gluur. Ryan? Je kan door deuren heen. Nee, hier is hij. We kunnen nog healen. Ram hem. Oké. Okay. Moet hem healen. Dat is best wel moeilijk. Ja, want ze zei ram hem, maar ze had het over de deur. Denk ik. Of ze mag hem echt niet. Beweeg dan niet, man. De slechtste dokter ben je. Toen je die moeder moest vermoorden, had je het niet zo moeilijk. Kan ik hem ook choken? Je hebt hem te pakken, toch? Je moet de deur eruit rammen. Ik sta erachter, hè. Ja, Peter, moet je maar oppassen. Je weet dat ik het doe. Oh, man. Normaal mis ik niet. Niet aanstellen, ik heb je net geheeld. Ik. Can you walk? Go back to the subs. Wait for me. If I'm not back in 15 minutes, just go without. Ga naar de onderzeeërs alsof je gewoon heen kan lopen nu. Laat het gewoon gaan, ja. Entities are just gonna come pouring out if we don't close it. It's too late, Johnny. We gotta go. Nee, we gaan de held zijn, tuurlijk. You know that. Hoe is hij wegwezen? Waarom ging hij er eigenlijk naartoe? Ze hadden gewoon helemaal onder controle, deze mannen. Explosives. I need the explosives in the interrogation. Moet ik deze kant? De hoorkamer is terug, denk ik. Is dat daarheen of wat is terug? Nee, toch niet. Moet ik hier? Oh, dat wel. Oi, 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 oi. Timon, jouw beurt. Ik weet niet of die gespierde man wel aan kan, hoor. Doe je best gewoon. Die is neer. Die was echt heel zwak. Showspieren. Oh, iets doen. Dingetje. Pakketje. Wordt een beetje wederom. Wat is dit? Waar ik het over zeg, het is gewoon een mooie tas. Ga even op, Peter. Je bent ja, hier traag. Weer heen. Ja, want jij geeft een bakje koffie halen of zo. Jij geeft ook geen tips. Ja. Tim, alsjeblieft. Wat wil je dat ik doe nu? Je moet er niet ook. Je hebt er zoveel uitgeschakeld, toch? Ja, maar die moet ik helemaal niet neerhalen. Ze gaan daar gewoon vandoor. Oké, laat mij dan. Waar moet ik heen? Rechts. Ja, als ik neerga... Waar die geesten vandaan komen, je gaat het sluiten. Dus daar moet je naartoe. Wow, hij neemt hem ook bijna over of zo. Weet ik zeker dat ik hierheen moet? Ja. Oh, dit is een zwembadkamer. Als ik zo'n kamer had, had ik hier zeker een orkaatje in gedaan of ja. Zo. Nee, nijlpaard. Een nijlpaard is nog veel beter, Peter. Maar wat moet ik doen hier? Weet niet. Jij loopt hierheen. Ik moest hier van jou heen, zogenaamd. Is dit een knop, uitknop? Ik moet hier absoluut niet zijn, hè? Jawel, oh. jawel. Of piep ik hem nu gewoon of zo? Nee, je gaat het ding dichtmaken. Man, we moesten toch naar de gehoorkamer, zei je? Of verhoorkamer, wat was het? Oh man. Big Daddy. Nou, blijkbaar ga ik hierheen. Shit, I'm really scared, Aiden.
Hop. Dan kom je ooit omhoog met zo'n pak. Er zit vast wel iets in om mee te sturen. Een boost. Je ziet er wel cool uit, Peter. Dankjewel. Eerste knop dat je probeert. Ja. Daar gaan we. Dit is een experience, of niet? Nou, even een borstkral of zo, want dit schiet echt niet op. Ja, traag ga je. Waarom vallen die beesten ons ook niet aan meer? Weet ik niet. Dat zei ze, moet ik niet opvallen? Nee. Nu vooral ze traag gaan. Dat is het portaal. Nu moeten we de uitknop vinden. Wat moet ik doen, Tim? Nou, die machine hier, kijk nou. Die moet je fixen. Deze machine hier? Ja. Ik ga er even Dit is hem. In mijn hoofd zag het er wat spectaculairder uit, maar... Niet spectaculair. Het is niet echt heel groot of zo. Oké, ik ga dingen doen, oké? Oh, we blazen het gewoon op. Maar... Ik dacht dat we moesten fixen, maar... Dat snap ik niet helemaal, want... We maken het stuk, dan is het portaal weg. Waarom hadden ze ooit een portaal staan als het zo gevaarlijk? Want ze hebben een portaal staan... Dit hebben ze niet zelf gemaakt. En vervolgens... Iemand andere mensen hebben oh, dit. Oh ja, en zij hadden die anti-spookschilden. Oké. Okay. Plak het bommetje erop. Moet het oud dingetje een bom? Denk het. Voor zekerheid maar. Oké, daar gaan we. Drie minuten, dan zijn we nog niet eens binnen. Zo traag loop je. Ja, dat is niet heel slim. Welke kant weg, heb ik op? Weg. Welke kant? Weg. Welke kant? Van de kant waar je weg gaat. Drie minuten is niet zo lang, Peter. Ja, het ziet er goed uit. Het ziet eruit als een muur. Oké. Okay. Oh man, ik Peter. Moet er wel langs. Ik moet er gewoon langs, denk ik, of niet? Weet ik veel waar je heen moet. Ik zie er niet waar ik ben, man. Jij speelt, weet ik veel. Hier, spooktijd. Nee, ik kan je niet activeren. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen, Timon? Hier. Oh, dat is wel goed, ja. Oké, wegwezen. Oh, nu gaan we haast maken. Wat we net ook al kunnen doen. Op een spook. Een alligator cool. T-Rex! Is een T-Rex cool? Is een T-Rex spook. Waarom? Lucht ontsnappen. Wat denk je van die gigamonster? Het is een palinkie. Het is een gigamonster. Gewoon een palinkie, joh. Ga, Peter, gaan. Kijk, druk kruisje. Gelukkig is hij ook echt heel traag, dat beest. Dat gaat bijna ontploffen, dat kan niet anders. Het zou cool zijn als ik wegren voor die explosie, hè. Maar wacht je op. Met een gigaspook. Ik wil het nog even spannender maken, maar... Die man die... Het interesseert hem heel weinig. Eindbaas! Oh! Hij heeft er echt lang over nagedacht wat hij ging zeggen. Ik kan je redden, ik ben er gewoon bij. Because of you, stupid American bitch! Oh! Voer hem aan het palenkie. Ja. Bam! Nee, dat is oneerlijk. Oh, die raak. Die is heel erg raak. Peter! Wow! Bitch slap! Dat is een zwakte. Oh! Dat was cool. Waarom doe ik niks? Ja, ik kan laat je mij ook redden. Even een keer, man. Anders gaan we de eerst strijken.
Hoppakee, hij pakt allemaal wapens. Oké, nu mag jij. Ja, nu mag ik opeens. Ik ben nu ook gewoon echt aan het toekijken weer. Dit is echt wel echt een vechtersbaas, want wij konden iedereen aan eerst. Oh, dit is hij. We gaan hem zeker voeren. Het is echt cool met de ketting is hij aan het slaan en zo. Hij is echt te slecht dan ik die man. Oh! Oei. Oh, ah, dat is niet slim. Hoe dom is die gozer? Ja. Nog een keer, meneer. Oei. Man. In dat nekkie. Help me dat, Timon. Ik doe echt niks. Waar wacht ik serieus op? Je kan dat haakje toch tegen zijn achterhoofd aantikken, of niet? Hoeveel dingen liggen er ook die hij kan gebruiken de hele tijd? Oh, ik heb een nieuwe spookvriend. Wat is dit, een palenkie opeens? Ali daar noem ik er. Oh. Oei. Hoppa. Ik ga niet heel snel en cool doen. Ja. Net als je het heel traag. Hey. Oh. Wel netjes. Hou op. Wat wil je ook doen? Zo'n klozekje op te wachten met een hoekje. Gaan, Peter, gaan. Ik ga. Oeh, water. Nu moet je er wel echt bijna zijn. Dat was mis. Wordt het helemaal niks meer. En Ryan is gewoon heel makkelijk naar die onderzeeën gelopen zonder enkel probleem. Die is lang weg. Het land weer hier doorheen, denk je? Bankie. Ja. Ja, kom op. Daar ga ik. Moet er bijna zijn nu. Zet dat splintje, joh. Oh, de opperaal, daar komt hij hoor. Zit Ali daar nog steeds achter ons aan? Waarschijnlijk. Oh, water! En gaan. Dat is het. Dat haal je. Oh. Dat haal je, Peter. Dat haal je. Ik drukte nog geen kruisje in het begin. Echt heel makkelijk. Het scheelt helemaal niks, hoor. Hij is er vandoor. Wat? Die stinkhond, ik heb hem. Where the fuck are you? Ik heb hem gered! Je zei zelf dat hij mocht gaan. Ja, maar niet echt toch, dat hij echt weg moest. Ja, maar je maar zei mag van, hierheen je mag gaan. Je mag hierheen gaan. Als het te lang duurt, mag je gaan. Dat is ook onnodig. Oh, dat is hij. Gewoon zo'n prank of zo. What the fuck is dit? Niet een goede moment. Dat is een beetje wel. Catchphrase, hoppakeetje. Hij wilde gewoon extra cool lijken, zodat hij dat kon zeggen. Maar zo raar om eerst een beetje onder water te gaan en dan weer omhoog. Laten we even eerlijk zijn tegen elkaar. Ja, dit is cool. Oh, dat is super cool. Ik ben nu ook wel heel snel. Zag jij net heel traag gaan. Hij had net ook beter kunnen sturen. Ik doe het hoor. The fuck out. Oh shit. Oh nee. Aaltje zit nog achter ons aan. De eindaal. Ja, ik probeer het, maar... Shockwave killed the boosters. Nou, dat zag je al natuurlijk. Ik had wel een soort idee. If the hole is breached, we're gonna drown. Nee, niet nu. Ik bescherm jullie we wel weer. We zijn niet zo ver, niet voor niet zo ver gekomen. Ja, sounds like a fucking good plan. Zwemmen. Zwemmen. Wat doen we? Zwemmen. Gaan. Even te staren met z'n tweeën. Kijken wie er iets gaat doen. Wie het plan gaat uitvoeren. Maar waar is Ryan dan? Die blijft mooi zitten. Tot ziens. Laat hem lekker. Tot ziens. Oh, daar komt hij al. Dat haal je nooit. Dat haal je nooit. Met gemak. Je hebt het makkelijk gehaald. Waar zijn we nu weer? En nog aan de poederpaleis of zo? Poedersuikerpaleis. Druk ik dit niet genoeg in, sterf ik. Ja. Hopelijk is die man neer, hoor. Anders ga je weer met hem zoenen. Waarschijnlijk. Zegt hij, oh, zoen me warm. Snel, sneller. Waar zijn zijn kleren ook heen, trouwens? Hij wil toch cool zijn? Die heeft hij in de onderzee, voordat hij terugkwam met zijn catchphrase. Oh. Heeft hij even... Maulo shirtje aangetrokken. Het was een biceps natuurlijk.
Fuck, I hate the cold. Die andere man is het gewoon thuis, hè? Die niet in onderzee gingen. Ja. Ja, of course. Dus wel zie je, als je wilde niet zoenen. Ja, dat neem ik spijt. Sorry, babe, like an absolute idiot. Jullie gaan sterven volgens mij. Hoe willen jullie ooit gered worden nu? Daar zijn die andere mannen voor, Timon. Dat klopt. Een beetje meeleven. Nee, Peter! Je bent echt te makkelijk. Doe iets. Beetje. Oh, man. Timon, ga jij eens even poosverhalen maar spelen? Jij wil alleen maar puur seks en seksgerelateerde dingen doen. Laat me je speelt helemaal als verkeerde spel. Ik ben ook maar een man. Oh. So how about you? Do you love me too? Dit is lastig. Nee, Peter, nee. Waar hebben we het over houden van? Peter, het is niet eens moeilijk. Heb je nou ja gedaan? Nee, ik heb nee gedaan. No, I don't. Maar ik weet het niet. Ik wil even kussen en dan kan ik voelen, kijken wat ik voel. I've never seen anyone so pig-headed. Nu noemt hij je koppig. Ja. Als hij zin in krijgt, gaat hij janken. Ja. Dan zijn we dicht bij het eind. Zou dit het laatste al zijn? Kom eens hoor. Die grappig is dit toch? Ja, in de zwembroek komt hij dan naar buiten. Het is hier koud, zegt hij dan. Dat is niet grappig. Want we zitten daar echt. Die grappige hebben ze echt niet grappig genoeg gemaakt. Nee, ik zou nog grappiger moeten maken. Of ik snap hem niet, ligt het aan mij waarschijnlijk. Het was wel weer intens, Peter. Ja, zeker. Bijna uitgespeeld. Dat moet wel. Vind je deze serie nou leuk? Laat het ons weten met een duimpje. En wil je op de hoogte blijven van elke aflevering? Vergeet dan niet te abonneren.